Günaydın arkadaşlar. Erkay Ailesi'nin vloguna hoş geldiniz. Bugün Fransa'dan gideceğiz. Eşyalarımızı aldık, arabaya koyduk. Son bir check-up yapacağız. Ondan sonra İspanya'ya yolculuk başlayacak arkadaşlar. Goedemorgen, welkom bij de nieuwe vlog van Familie Kaya. Mijn naam is Ella, hier zo is Eggy, daar is mama en daar is papa. Yo, spiegel. En Dat was onze dag, laatste dag in Frankrijk. Frankrijk, nu gaan we rijden naar Spanje. Ja. De bellen zijn allemaal. We checken even de kamer. Ja, volgens mij zijn we klaar, toch? Volgens mij zijn we ook klaar. En dan brengen we de sleutel terug en dan gaan we. Hey Kemal. Ja. Hoi. Goedemorgen. Hoe was je verblijf hier? Süperdi ya. Ja, güzeldi değil mi? Hı. Bugün hava biraz bulutlu. Onun için çabucak İspanya'ya gidelim dedik. Yok yok, şaka şaka. Zaten böyle ayarlamıştık şeyimizi, günümüzü. Evet, yavaş. Bak güneş çıkmaya başladı yavaş yavaş. Bayağı soğuk daha dışarısı. Het is nog best fris. Dus we dachten, we gaan snel inpakken. En wegwezen. Uitchecken. En ja, we gaan even uitchecken hier. Zeg jij niks, Zeggy? Wat moet ik zeggen dan? Hoe mooi je haren zijn. Wie heeft je haren gemaakt vandaag? Papa. Niet. Ik. Nou, wij gaan even uitchecken, jongens. Bakın şurada hep şarap bahçeleri var. Hep asmalar yapmışlar. Allemaal wijnvelden hier. Wel grappig. Bakın buraları hep şarap tarlaları. Allemaal wijnvelden hier. We rijden nu binnendoor. Deze kant ook. Allemaal wijnvelden daar. Her tarafta şarap tarlaları var. Çok komik. Kemal, ya. Buradan böyle gidince her şeyi görüyorsun değil mi? Otobanda hiçbir şey görmüyorsun. Doğru. Güzel oluyor. Bak burada da şey varmış. Zeytin bahçesi varmış burada. Nerede zeytin görmedim? Zeytin ha? Buralarında zeytin bahçeleri. Bak şurada dükkan var. Orada şey satıyorlar. Verlaat de rotonde naar de N100. Blijf 3 kilometer doorrijden op de N100. Bu da yolu söyleyecek illa. Je hebt hier, als je binnen doorrijdt, dan zie je al die wijnvelden. Dat is zo leuk. Kemal heeft liever... Kemal heeft liever de snelweg. Yeah. Maar ik vind dit leuker om te zien natuurlijk. Kemal wil plank gas geven, of niet? Je zit de hele tijd met die rotondes hier. Dat is wel vervelend. Maar je ziet wel heel veel. We zagen net ook een inimini winkeltje waar ze fruit verkochten. En je had een brokante winkel waar ze antiek verkochten. Dat is echt leuk. En je ziet zo... ik denk dat we zo ook nog olijfbomenvelden gaan zien. Hoe noem je dat? Olijfbomenvelden. Zeg ik dat goed? Is dat een woord? Maar het is mooi hier. Het is gewoon mooi. Veel leuker als de snelweg, kortom, vind ik. Even een tussenstop met Kemal. Kem, wat gaan wij hier doen? Even wijn proeven. Ja, dan mag je niet rijden. Nee. Nee. Ik kan wel niet rijden, dus dat maakt niet uit. Bir şarap dükkanına geldik. Bir bakalım bir açık mı? Öyle. Hij is open. Gaan we even wijnproeverij doen hier. Bonjour. Bonjour. Hoe smaakt die? Ik vind deze wel lekkerder als die andere was. Ja? This better. Mm-hmm. This one. Good. The mieux? Yeah, good. Okay. Laat mij eens proeven. Ja, het neemt wel alles gelijk, hè? Jammer. Zo jammer, hè? En?
Deze is lekkerder. Deze is lekkerder, ja. Ja. Nou. Welke neem je? This one and that one. Zo, we hebben onze wijn ingeslagen en we zijn alweer in Spanje. We zijn bijna op onze locatie. Será permzaldık, gene yollardayız. İki buçuk saat falan kaldı otele varmamıza. Hebben jullie zin in, jongens? Ja! Nou, Ella in ieder geval wel. En jij ook? Ja, goed zo. Kemal, jij ook? Kemal is een robot. Robot lastig, Kemal. Robotmoes, nee. Robotmoes. Tot straks bij het hotel. We zijn aangekomen, nummer 2. Hallo, wie is daar? Welkom in ons huisje. Hier zijn de slaapkamers. Hier zijn de slaapkamers. Hier gaan wij slapen. Oh my god, we komen nooit van jullie af, wel. Hier is een... Niks. En zit er iemand op het toilet? Ja. Oh, daar zit papa op de wc, denk ik. Nou, dan hebben we hier een keukentje. Hier is het water, maar dat kan je niet drinken. En de gekochte wijnen die we net bij de wijngaard hebben gekocht. Hier hebben we een vaatwasser. Een kastje. Kastje. En een koelkast. Koelkast. Ja, die is koud. En een plek om te koken. Ja. Een tv, dit is de woonkamer. Hier hebben we nog een hele handige kast. Daar hebben we nog een magnetron. Een koffiezetapparaat ding. Jammer dat we geen wasmachine hebben. Ja. Hallo, hey Hek, was je er ook, jongen? En ah, de badkamer is vrij. Oké. Okay. Hey. Nou, dan gaan we nu... Evimize geldik, Ella da ev turu yaptırıyor. Oké. En... Hier is de badkamer, daar is de douche. Lekker Spaans. Oh, mooi. Hier is de wat sabun koymuşlar, Ella. Sabun koymuşlar. Nasıl güzel kokuyor mu? Ja. Tuvalet var. Oh, mis gibi. Tuvalet var, bidet var. Ya, da şöyle et at. Bizim evimiz de bahçeli. Ya, bak. Aç hadi. Ons huis heeft een tuin. Oh, nou, laat maar zien. Kijk, je moet hier naar beneden drukken. Nou. En dan kunnen we zo... Oeh, boink. En dan kunnen we zo... Hier zonnebaden, maar... Daar is het zwembad gelijk. Dat is leuk. En dan heb je hier verder nog allemaal van die pleintjes... Dat gaan we jullie later laten zien. Hartstikke leuk. Je hebt allemaal pleintjes. Allemaal kinderen die spelen en doen. Hartstikke Mama, leuk. Daar is ook nog een wasrek. Ja, klopt. Nou, niet een wasrek, maar... Moeten we even kijken of we wassen retten. Ja, we gaan lekker eten. Zo, we gaan even lekker eten. Bedankt voor je huizentour. En kom maar weer binnen. Tegen dat jullie buiten blijven. Nou, lekker. Oké. Nou, laten we even gaan eten. Aha, anne. Getireyim mi sana, anne? Sana kedi kuyruğu buldum. Oh, even een stukje filmen. We kunnen de restaurant niet vinden. Het is beneden. Het is beneden, Kemal. Oh. Böyle bir yer arkadaşlar. Yüzme havu zorla. Çok güzel bir yer. Şurada da çocuklar oynayabiliyor. Oh. Dag. Ja, het is echt een hele mooie plek. Echt.
weet niet of ze wat bij het restaurant hebben hoor. Ja, je kan daar wel zitten, maar ik weet niet wat ze daar hebben. Want Ella heeft honger. En de... Oh, ze hebben het echt zo mooi ingericht hier. Ella acıktı. Biz de restoran bakıyoruz burada. Yoksa şehire, başka şehire gitmemiz lazım. En yakın şehir 5-6 kilometre buradan. Dus we gaan even kijken hoe we dat gaan doen. Ella terlikleri attı. Açtığı maçlığı bıraktı. Hemen havuza atladı. Nasıl havuz? Sıcak mı? Sıcak mı? Ya het is warm. Neyse yarın geliriz yüzmeye. Hadi gel yemeğimizi yiyelim. Burada yemek 8'de şey oluyormuş. Servis oluyormuş. Onu beklemeyeceğiz. Ne? Ella heeft de slippers weggegooid. Ze heeft geen honger meer. Ze wil alleen maar zwemmen, of niet? Het eten hier wordt om 8 uur pas geserveerd. Daar in het restaurantje. Daar gaan we niet op wachten. Dus daar gaan we even naar het dorpje. Dichtstbijzijnde dorpje. En dat is... Stoor me nou niet met het praten, jongen. Hou ze even op, jongen. Ja. Niet zeuren. Loopt hier lang. Ja. Maar het dichtstbijzijnde dorp is dus 4, 5 kilometer. Oh, dat is niet fijn. Ik zal deze plant even voor oma opnemen. Kijk. Speciaal voor oma, voor Annanne. Kattenstaart. Deze wou ze. Hier die kist. Alles is je gezet. Simbe. En ik heb hier rust. We hebben lekker gegeten. Ja. Ja, hè? Ja. En we hebben even boodschappen gedaan. Ja. En we gaan zo naar huis, naar ons huisje en even genieten. Even tot rust komen. Geweldig. En ja. Dus. Genieten van onze avond. Zo, we zijn weer terug. We hebben gegeten, we hebben boodschappen gedaan. Onze koelkast is weer vol. De jongens zitten daar. Koffie te drinken. Nou, ik maar niet. Eerst even een bakje koffie. En dan gaan we lekker aan de nieuwe wijn, hè. Die zal inmiddels al wel koud zijn. Denk je? Ja. Hey jongens, het heeft geregend buiten. Dus ik hoop dat het morgen droog is. En dat we kunnen genieten van het lekkere weer. En kunnen zwemmen natuurlijk buiten. Iedereen is aan het eten. Hoe bedoel je? Nu. En papa is aan het drinken. Ja, wij drinken een lekker bakje koffie. Maar dit was de vlog voor vandaag. Ik wil bij deze de vlog afsluiten. We hopen dat jullie de vlog leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. En nu ga ik het in het Turks afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bugünkü vlogumuz bu kadar. Alışverişimizi yaptık. Karnımızı doyurduk. Şimdi de bir keyif kahvesi içiyoruz Kemal'le. Değil mi Kemal? Evet. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Burada yağmur yağdı arkadaşlar. İnşallah yarın hava güzel olur. Dışarıda yüzebiliriz. Dediğim gibi bugünkü vlogumuz bu kadar. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere inşallah. İyi akşamlar.